Voorafgaand aan Bevrijdingsdag vindt vanzelfsprekend de Nationale Dodenherdenking plaats. Ook hieraan neemt de delegatie deel. Namens onze zusterstad Moravská Třebová uit Tsjechië. De burgemeester en loco-burgemeester van Moravská Třebová zullen over enkele dagen opnieuw de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. In Tsjechië is de nationale dodenherdenking namelijk op 8 mei. Eveneens geldt dit voor Rusland en dat is de huidige woonplaats van Vlaardinger en oud-correspondent van de NOS Peter Damekoer. Hij houdt dit jaar de herdenkingstoespraak. Uw heldere politieke systeem, dat democratie heet, zorgt er in ieder geval voor dat iedereen zich betrokken kan voelen bij dat proces en dat tolerantie, zonder verlies van eigen identiteit, een hoog goed is. Mensen gaven hun leven in 40-45 niet alleen voor een vrij Nederland, maar juist voor het herstel van menselijke normen en waarden en het respect voor ieder individu in deze samenleving. Als dat doel, mede door de offers die in 40-45 zijn gebracht, is bereikt, dan is herdenken een stuk makkelijker. Want oorlog heb ik geleerd in de afgelopen tientallen jaren dat ik over de wereld heb gereisd. En de oorlog en gevolgen
van oorlog heb moeten verslaan en van nabij heb gezien en meebeleefd, vormen de afvalgoot van de mensheid. Of het nu bij burgeroorlogen was in Latijns-Amerika in de jaren 80, waar broeders elkaar vermoorden. Of bij de oorlogen tussen Irak en Iran, waarbij tirannen hun eigen mensen de dood instuurden. Of bij mijn werk in conflictgebieden in het Midden-Oosten, of in recente jaren in Afghanistan en de brandhaarden die na 1991 in Rusland ontstonden. Overal zag ik hetzelfde beeld, ongeacht de identiteit van de slachtoffers. Oorlog is het falen van het menselijk ras in zijn vermogen harmonie te laten zegevieren over radicalisme in welke vorm dan ook. Zelfs de moderne oorlog tegen het internationale terrorisme draagt het woord in zich dat in zijn kern een vijand is van begrippen als vrijheid en identiteit en menselijke waardigheid waar we het vandaag over hebben. Hadden we de groei van het fascisme in een vroeg stadium kunnen bestrijden met het wapen van de menselijke reden en met een front van vreedzaam protest, zodat Hitler en zijn misdadige ideologie tijdig tot staan was gebracht, een soort wereldsolidariteit tegen het kwaad. Kunnen we het hedendaagse terrorisme bestrijden met de moderne middelen van communicatie tussen mensen? Moslims, christenen en ongelovigen die gezamenlijk tot de conclusie komen dat iedere god uiteindelijk een begrip is van leven en hoop en niet van dood en verderf. Oorlog is een woord dat onvermijdelijk leidt tot leed en onmenselijk. Harmonie en dialoog is de weg voorwaarts voor alle volkeren ter wereld. Gedenkt die deze woorden leest, mijn makkers in de nood, en die hun naast staan het allermeest, in hun rampspoed groot. Gelijk ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk. Er komt een dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk.